Goedenavond, het is 1 minuut en 27 seconden over 7 op vrijdag 23 september. Wat leuk dat je kijkt naar 1 op vrijdag. Zometeen schrijven Harma de Roo en Evander van Eldijk aan. Met Bert Henk Leenders gaan we het hebben over de schuldhulpmaatjes in Stadskanaal. Maar we beginnen met Machteld Luiken, raadslid voor de SP in Stadskanaal. Want afgelopen maandag heeft zij een flinke discussie uitgelokt tijdens de raadsvergadering. Ze wil namelijk dat de gemeente daadkrachtiger optreedt. Machteld, goedenavond. Waarin moet de gemeente daadkrachtiger optreden? Nou ja, we weten allemaal hoe we ervoor staan in Nederland. En heel veel mensen hebben daar last van. En ik denk dat je dan als gemeente daarop in moet spelen. En zoveel mogelijk, dat was ook wat mijn motie eigenlijk vroeg. Om zoveel mogelijk organisaties die iets voor arme mensen doen te helpen. In plaats van bijvoorbeeld tegen te werken. Er is nu een website gelanceerd gisteren, samen Stadskanaal. Is dat niet al een begin? Dat is zeker een begin. Maar er zijn natuurlijk wel wat dingen aan de hand. Een organisatie als Vernoppers die al heel lang in het ongewis is van kunnen we wel een onderdak vinden, kunnen we wel doorgaan. Nou ja, de berichten vorige week in de krant over de voedselbank. Kijk, mensen zijn niet geïnteresseerd in het verhaal erachter. Mensen willen weten, kan ik mijn voedselpakket straks nog ophalen en nu meer dan ooit? Een rode container die weg moest achter het ruilwinkeltje in Musselkanaal. En waar ik trouwens vandaag te horen heb gekregen dat hij mag blijven staan. Dus die hebben we alvast gewonnen. En ik denk, dat kost niks, hè? Om toch zoveel mogelijk mensen te helpen. En ik heb ook niet om geld gevraagd, ik heb om beleid gevraagd. Extra beleid. De wethouder zei, wij hebben al beleid op armoede. Maar ja, er komt zoveel op ons af. Laten we eerlijk zijn, dat ga je niet redden met het beleid wat we hebben. Stond de gemeente Stadskanaal niet sowieso al met 10-0 achter op armoedebeleid? 10-0 wil ik niet zeggen, maar we zijn nog nooit uitgeroepen tot de sociaalste gemeente van Nederland, nee. Nee, waar komt dat door? Omdat we niet sociaal genoeg zijn, denk ik. Wij doen niet genoeg. Toen er nog wat meer geld was, zag je bijvoorbeeld bij andere gemeentes dat je bijvoorbeeld ook tot een bepaald bedrag rekeningen vergoed kreeg bij een dierenarts of zo. Er zijn heel veel dingen die wij eigenlijk nooit gedaan hebben. De kleinsmaagelden, 2 ton, zijn nooit gebruikt. Die lagen nog op de plank. Die zijn uiteindelijk in het gat gegaan van tekorten. Ja, maar dat had voor armoede gebruik kunnen worden. SP? Sinds wanneer speelt dit? Nou, dat speelt altijd voor ons. Ja, maar wij willen niet dat mensen in de armoede zitten. Natuurlijk is het belachelijk dat we in zo'n rijk land als Nederland voedselbanken nodig hebben. En andere organisaties, hè, gratis kleding, gratis meubels, noem maar op. De kringloop is voor sommige mensen gewoon duur. Ja, maar je geeft aan, het loopt al een tijd voor ons, ook voor de SP. Ja. Vorige raad, 4 jaar geleden, zat de SP in het college. Ja, was dat niet de uitgelichte kans? Nou, we hebben natuurlijk achteraf maar heel kort in het college gezeten. En je weet ook dat onze wethouder opgestapt is juist om dit soort bezuinigingen die toen op de plank lagen te voorkomen. Want daar wilden wij niet aan meedoen. Dat kan in onze ogen gewoon helemaal niet. Dus toen al was dat statement gemaakt? Voor ons was dat toen al een heel duidelijk statement. Wij gaan niet meedoen aan bezuinigingen op het sociaal domein op armoede. Is dat statement denk je goed overgekomen als je kijkt naar de reacties daarop? Ja, want we hebben een, zo arrogant durf ik dan ook alweer te zijn. We hebben natuurlijk een niet sluitende begroting ingeleverd, want niemand durfde nog te bezuinigen daarna. Zo simpel was het. Ja, dus eigenlijk zeg je, door het opstap van Leon Veenstra hebben wij daarin... Ja, dat durf ik best zo te stellen, ja. Het zette iedereen, alle fracties wel aan het denken. Je merkte ook dat andere fracties zijn natuurlijk gevraagd... willen jullie een wethouder leveren nu Leon Veenstra opgestapt is? Maar niemand wilde daar nog zijn vingers aan branden. Want niemand vindt het leuk om te vertellen aan de inwoners... van we hebben meegedaan met de bezuinigingen. En natuurlijk is dat in Nederland altijd... ja, je moet je verantwoordelijkheid nemen. Nou ja, je moet ten eerste helemaal niks. En ten tweede...
je moet ook gewoon eerlijk zijn naar je kiezers toe. Ja. En het is kiezersbedrog als ik in mijn programma heb staan dat ik niet ga bezuinigen op armoede. En dan zit ik in het college en dan ga ik opeens wel bezuinigen. Omdat ik dan zo stoer ben om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat slaat nergens op eigenlijk? Voor mij niet, nee. Nee. Je gaf in je inbreng al aan dat je het niet eens was, of dat het antwoord van het college niet voldoende was die ze gaven. Wat was het antwoord die ze gaven? Nou ja, ik heb twee toezeggingen gekregen eigenlijk. Hè. Ze zijn de hei opgegaan met z'n allen. Wat is dat? Want dat werd een paar keer benoemd. Heidagen, nou, daar ga je gewoon eigenlijk toch een beetje met z'n allen bespreken. Waar willen we heen? Wat komt er op ons af? Er is natuurlijk van alles aan de hand. Wat komt er op ons af? Wat gaan we daarmee doen? Nou, dat wordt natuurlijk, ja, iedereen zei ook wel van het is een hele sympathieke motie van de SP. Dus wat doen we daarmee? Ik heb natuurlijk nog niet gehoord wat ze daar allemaal gezegd hebben. Maar ik ga er toch van uit dat er wel iets uit gaat komen. Je moet op een gegeven moment keuzes maken. En je kan de mensen nu gewoon niet laten zakken. Dat kan niet. Nee, hoe belangrijk zijn die voorzieningen, zoals Vernoppers, het ruilwinkeltje? Heel erg belangrijk. Honderden, ja, let goed op, hè. Honderden mensen maken daar gebruik van. Voedselbank ook. Ruim 350 gezinnen, geloof ik. Moet het beleid dan van het ruilwinkeltje en Vernoppers niet anders dan bijvoorbeeld dat je zegt, nou, we moeten toch een euro vragen en dan kan je wat meenemen? Dat gebeurt soms ook. We hebben morgen burendag in Musselkanaal en dan zal het ruilwinkeltje €3,50 vragen voor een vuilniszak vol met kleding. Maar ja, waar kan ik dat in de winkel halen voor €3,50? Niet. Nee, maar goed, er zijn wel weer een deel inkomsten. Ja, tuurlijk. En Vernoppers is een actie begonnen, hè, om vriendje voor een tientje, om donateur te worden van hun organisatie. Maar wie heeft er nog een tientje? Dat was te weinig mensen? Heel veel mensen hebben dat niet inderdaad, een tientje over. Gisteren stond het in de krant. Per 1 oktober gaan de prijzen van de gas en elektra weer omhoog. Fors. Ja, 50%. Ja. Kom op. Dat kan bijna niet meer. Dat betekent dat de helft van je rekening die je nu hebt als je variabel zit, er komt nog eens een keer de helft bij. Hoeveel mensen komen daarbij in nood, denk jij, hier in de gemeente? Dat durf ik echt niet te zeggen. Want het is heel afhankelijk of je nog een contract hebt lopen bij je provider. Daar zit je natuurlijk goed, want dan zit je nog voor de oude prijs. Maar het zijn de mensen die nu waar hun contract afloopt en een nieuw contract moeten afsluiten. Ja, die zijn de bok. Ja. Henk, hoe zie jij dat? Wat verwacht jij? Ik verwacht, eerlijk gezegd, dat de situatie heel ernstig wordt. Hoeveel mensen komen erbij in nood, denk jij, hier in de gemeente Stadskanaal? Nou, hier in de gemeente Stadskanaal, ik durf geen aantallen te noemen, maar ik denk wel dat het veel is. Ja. En wat Machtel ook zegt, er is dus, wie heeft nog een tientje? Hè? Er zijn heel veel mensen die hebben helaas geen tientje meer. En dan zit hun tot hier, financieel. Ja. En dat is gewoon iets. Er werd net al gezegd, Nederland is rijk. Ja, Nederland is ook rijk. Ik zeg wel eens, maar de rijkdom is verkeerd verdeeld. De rijkdom zit niet hier in Oost-Groningen. Nou, dat zeker niet. Nee. De rijkdom zit ergens bovenin bij 1%. En de rest, de werkende Nederlander, die heeft er nakijken. Duidelijk. Joek, ik wil even naar jou toe gaan. We hadden het net al even over Vriendje voor een Tientje. En daar heb jij iets over, hè? Ja, Vriendje voor een Tientje, een actie die Stichting Vernoppers moet gaan redden. Ze zit namelijk in een schoolpand aan de Brummelkant, de Stadskanaal. Evelien zat hier nog een aantal weken geleden om het daarover te hebben. Dat gebouw, we zien hem hier even, wordt namelijk gesloopt. Eind dit jaar gaat het tegen de vlakte en ja, dan zijn ze eigenlijk gewoon dakloos. En zeker in de huidige markt is een nieuw pand te vinden niet zo makkelijk. En zeker het geld ophoesten is niet zo makkelijk. Daarom brachten ze Vriendje voor een Tientje. En Evelien legt zelf even uit hoe dat precies werkt. Mensen die mogen vriendje worden voor een tientje per maand en dan voor 3 jaar lang. Waarbij je inderdaad een makelaar ook de garantie kunnen geven dat wij 3 jaar in het pand kunnen blijven. We hadden 125 nodig, nu nog maar 50, dus het loopt wel. Alleen we hopen graag dat die 50 zo snel mogelijk zich melden, zodat ook de onzekerheid hier weg is. Ja, die onzekerheid, dat blijft toch vooral het probleem. Ze hebben inmiddels de helft van het bedrag binnen, maar ja, zit je nog steeds maar op 50%. En waar haal je die andere helft vandaan? En Evelien legt ook de klemtoon op die onzekerheid. Want ja, er komen mensen met spullen, maar kun je die nog wel aannemen? Mensen die mogen vriendje worden voor een tientje per maand en dan voor 3 jaar lang. Zodat wij inderdaad makelaar ook de garantie kunnen geven dat wij 3 jaar in het pand kunnen blijven.
soms dan krijg je spullen aangeboden en dan wordt er gekeken van kunnen we het nog wel aannemen? Zijn we er in januari nog? Ja, we blijven positief, maar het is best wel moeilijk. Ja. Ja, positief blijven, maar ja, het einde nadert wel, heel zwaar gezien. Maar goed, december komt in de buurt. Daarom werd er ook in de gemeenteraad dus over gesproken. En daar bleek wel dat dit geen casus is van vandaag of gisteren. Het speelt al sinds 2015. Zo legt Erik Biezen uit tijdens zijn pleidooi voor een ander beleid. Van volgens mij moeten we gewoon als college, en dat zult u ook gaan doen, een totaalbeleid gaan maken omtrent het armoedebeleid in deze periode waarin we nu zitten. En dat betekent dus dat er andere keuzes moeten worden gemaakt, denken wij, dan er op deze wijze worden gemaakt. Dus aan de ene kant zeggen van u moet uw eigen broek ophouden. Aan de andere kant zeggen van u moet verhuizen. En aan de andere kant dan zeggen van nou, als u aan uw verplichtingen hebt voldaan, dan gaan wij eventueel ook voor de helft meedoen. En ik wil onderstrepen, als wij al vanaf 2015 praten met deze organisatie, dan moet iedereen zich wel een beetje schamen dat dit nog steeds niet is opgelost. Ja, we moeten ons met z'n allen een beetje schamen, aldus Erik Biezen van gemeentebelangen. Ik wil even uitspreken dat tussen nu en 2-3 maanden de wethouder de boel geregeld moet hebben. Ja, dan weet ik wel wat de vastgoedeigenaren doen met hun prijzen. En die discussie wil ik hier toch proberen te voorkomen. Ik heb de wethouder volgens mij heel goed gehoord als die zegt, wij gaan morgen de hei op en we gaan over een heleboel dingen nadenken. Ja, ik begrijp dat de instellingen goede dingen doen en dat vooral ook zo moet blijven. Maar de consequentie van deze stevige positionering, de wethouder moet en zal, is dat de wethouder ook moet en zal moeten kiezen op de centjes die we wel hebben. En dat dus ergens anders de streep doorgaat. Hoe vervelend dat ook is, maar we kunnen onze euro maar één keer uitgeven. Ja, achter schermen zijn ze echt on fire vanavond. Dat heeft echt zin in, want we waren er voor. Hans Klopstra van de VVD die pleitte om de discussie te stoppen. Want volgens hem, zei als de gemeenteraad de wethouder onder druk zou zetten, ja, dan zou de vastgoedeigenaren de prijs omhoog gooien. En dat zou ook volgens hem geen goed idee zijn. Want ja, je kunt je euro maar één keer uitgeven. Zeker in een gemeente in Oost-Groningen. Ik zie je een beetje fronsen, Machteld. Vertel, wat vind je hiervan van Klopstra? Ja, antwoord daarvan in ieder geval. Ik wil net zeggen, ik ben het natuurlijk niet met hem eens. Het is natuurlijk schandalig als, zoals hij zegt, dat de prijzen omhoog gaan doordat we het over prijzen hebben in de raad. Dat het zegt meer over die mensen dan over Vernoppers in ieder geval, of over de gemeente. Ik wil toch ook nog wel even zeggen dat Vernoppers wordt ook heel erg gebruikt door de gemeente, hè? Zij hebben bijvoorbeeld heel erg geholpen om voor de opvang voor Oekraïners en zo, hè, dingen aan te brengen. Mensen worden doorverwezen die problemen hebben. Hè. Ik moet een nieuw bed hebben, maar kan geen bed kopen. Die kloppen aan bij de gemeente en de gemeente verwijst door. Dus het is, dan denk ik van, kan je nergens. Ik hou er niet van om mensen tegen elkaar uit te spelen. Maar het is precies wat de burgemeester van Hogeland van de week ook al zei op tv. Zij zijn een AZC aan het bouwen. Mm-hmm. En daar vraagt hij iets voor terug voor zijn inwoners. Nou zijn wij zo barmhartig in Stadskanaal. Hè? Wij vangen de een na de ander op. En dan denk ik, vraag dan ook daar iets voor terug voor onze eigen inwoners. Maar aan wie moet dat gevraagd worden? Nou, aan het COA of aan het Rijk of... kan mij het schelen van mij pat Sinterklaas, als er maar wat komt. Verwacht je van het COA, als ze die vraag stellen, het college, dat daar 5.000 euro in één keer gaat liggen? Nou, ik weet niet of daar 5.000 euro, maar misschien wel een leuk pandje voor Vernoppers. Ik noem maar gewoon iets. Kan me niet schelen. Zijn we te barmhartig? Of zijn jullie als de gemeente? Nee, we zijn zeker niet. Je kan nooit te barmhartig zijn, in mijn ogen. Maar ik vind het op het... wanneer je eigen inwoners niet meer weten hoe ze de rekeningen moeten betalen, dan is het helemaal niet gek als je heel veel voor iets voor het COA doet, of voor de veiligheidsregio, of voor wie dan ook, dat je daar nu iets voor terugvraagt. Normaal zou je dat misschien niet doen, maar nu wel. De tijden zijn gewoon heel erg veranderd. Mensen zijn nog nooit zo arm geweest. De nood zit overal hoog. Ja, precies. Henk, hoe zie jij dat? Want het idee wat mag tot stel, we moeten meer aan het Rijk en het COA meer eisen stellen. Het mag
maar dan willen we er wat voor terug? Nou, ik denk op dit moment dat het zeker mag, ja, dat je kunt vragen om dat te doen. Kijk, die burgemeester waar je het over had, die heeft in mijn ogen heeft dat heel goed gespeeld. Ja. He, en nogmaals, hier in Staatskanaal, goed, het woord barmhartig valt aan, maar dat is ook zo. Zijn we heel barmhartig naar asielzoekers. He, en er is niks mis mee. He, je zult maar uit je land verjaagd worden, weet ik veel wat. Maar ik denk wel dat de gemeente het wel wat, laat ik het zo maar stellen, wat zakelijker mag spelen. Ja. Ja. Is de burgemeester daadkrachtig genoeg om dat te doen? Onze burgemeester, ja? Bedoel je? Jazeker. Ja, hoor. Die kan dit doen? Tuurlijk. Gaat hij dit ook doen? Denk ik wel. Hij denkt, ik luister even naar mevrouw Luiken. Nou, ik denk dat de burgemeester ze van zichzelf wel heel erg slim is. Amsterdam heeft het. Er zijn natuurlijk al gemeentes die dat hebben gedaan. Die hebben geonderhandeld met het COA. En Amsterdam heeft daar woningen voor gekregen. Erik Biese heeft tijdens de vergadering maandag, of nee, daarvoor, de raadsvergadering over het asielopvang. Heeft er al iets over gezegd, over woningen. Maar misschien zou je nu andere dingen, buiten woningen, ook andere dingen kunnen eisen. Zoals panden voor Vernoppers, het ruilwinkel. Ja, ik zeg maar iets. Ja. Ging daarnaast... Of geld daarvoor, of huur, of... Precies, iets. Maakt iets, niet uit iets, als er maar wat voor terug. Precies. Ja. Daarnaast, was je in jouw inbreng, ging het ook over de voedselbank. Ja. Want daar is het vorige week natuurlijk ook heel wat over, ja, te doen geweest. Ja. Voedselbank Zuidoost-Groningen krijgt geen geld meer vanuit de gemeente. Nee. Kan er volgens jou ook een andere stichting zijn die dit oppakt? Of moet dit per se Voedselbank Zuidoost-Groningen zijn? Nou, daar ga ik gewoon niet over. Er zijn natuurlijk achter de schermen heel veel dingen gebeurd. Heb ik begrepen uit de pers. Mm-hmm. Dus als Voedselbank Nederland het vertrouwen opgezegd heeft in deze voedselbank, ja, dan houdt dat op. Maar ik vind gewoon... het moet wel doorlopen. Dan staat er in de pers van per 1 oktober is het afgelopen. Maar onze inwoners zijn helemaal niet geïnteresseerd in al dat geblabla op de achtergrond. Ze willen gewoon weten wanneer kan ik mijn voedselpakket ophalen. Maar ook dat werd van het begin af aan gezegd, toch? Wat? Las ik wel in de krant. Dat het doorgaat. Ja, maar weet jij wanneer en hoe en waar? Ik niet. Gaat het dan niet per 1 oktober gewoon door? Is dat niet in de gemeente zo dat dan, als het doorgaat, gaat het gewoon door? Ja, dat kan je wel zeggen, maar niemand heeft nog gehoord wanneer en waar en hoe. Henkje? Als ik even, kijk, het gaat wel gewoon door onder het landelijke vlag, hè? Ja. Maar er zal een nieuwe stichting opgericht moeten worden. Precies, wie gaat dat doen? Dat het hele punt is en dat moet weer aangeswingeld worden. En ik denk dat je dat toch op het niveau moet doen waar het nu op zat. Alleen je moet wel allerlei voorwaarden voldoen. Als je daar niet aan voldoet, zoals de pers suggereert, dat zal ook zo zijn, denk ik. Ja, dan gaat het fout. Ja, kan de heer Van Veen daar nog vrijwilliger zijn in die nieuwe op te zetten voedselbank? Dat is aan de heer Van Veen. Ik ga daar niet over. Daar hebben we ook helemaal niks mee te maken. Dat is allemaal geruis op de achtergrond. Waar ik zit in de raad als volksvertegenwoordiger en niet als vertegenwoordiger van de voedselbank. Het is al erg genoeg dat we die nodig hebben. Dus het liefst had ik hem helemaal niet. Maar goed, we hebben hem nou eenmaal nodig. En nu misschien meer dan ooit. En ik heb dan ik heb de vraag gesteld, is er al bekend? Ja. Wanneer die uitgave dan is? Want dat is wat onze inwoners willen horen. En is dat bekend? Nee. Wanneer wordt het bekend? Wanneer heb jij een ultimatum kunnen stellen? Dan willen we het weten. Ik denk 1 oktober. Hè. 1 oktober stopt de andere voedselbank. Ja. Dus ik ga ervan uit dat wij voor 1 oktober de inwoners in ieder geval te horen krijgen. Hoe ze dat willen gaan regelen, weet ik niet. Maar die namen zijn natuurlijk gewoon bekend. Ja. En dat die mensen te horen krijgen waar ze voortaan hun pakket kunnen ophalen. Ja, dus volgende week om dit tijdstip beter voldoende, want dan is het 30 september. Vrijdag is geweest, weekend staat ook voor de deur, dus voor het weekend moet het bekend zijn. Lijkt mij wel, ja. Harma, als ik jou mag vragen, hoe zie jij dat, de armoede bij jou in de omgeving? Mag je de microfoon even pakken? Ja, ik merk ook wel dat... Ja hoor. De kosten voor energie gaan natuurlijk omhoog. En als je kijkt ook naar de boodschappen. Voor 25 euro heb je een paar boodschapjes.
En als ik dan kijk, ook bij de poys, dan zie ik ook een man voor me. En die heeft dan echt een zakje chips en een fles cola heeft hij dan gekocht met wat kleine boodschapjes voor hemzelf. En dan denk ik van, ach, ja, waarschijnlijk komt zijn kleinzoon even langs. En dat hij dus inderdaad gewoon €25 moet betalen voor een paar boodschapjes, ja. Dan merk je wel dat het echt wel hard gaat. Ja, bizar. Ja. Evander, hoe zie jij dat? Ik zie vooral ook bij de mensen om me heen. Ik woon zelf nog thuis, maar ik zie bij de mensen om me heen dat het vooral de energiekosten, dat het de das om doet. En ook nu de brandstofprijzen, nu die ook zo hoog zijn. Dat merk ik bij mezelf heel erg, omdat ik heel veel rijd. Dat ook gewoon een hele grote kostenpost is. En, wat mevrouw al zei, de boodschappen, alles wordt duurder. En dat is gewoon heel lastig. Ja, duidelijk. De brandstofprijs, je begon erover. Kan de gemeente daar nog wat mee? Of is dat echt iets rijk bepalend? Nee, eigenlijk, voor de gemeente is sowieso het Rijk bepalend. De gemeente krijgt geld van het Rijk. Ja. En als het Rijk niet meer geld geeft, dan moeten wij het doen met wat we hebben. En jerrycans uitdelen met benzine en diesel, kunnen we er als gemeente, kan dat? Ja, alles kan. Maar nee, dat... Vraag aan het COA misschien? Precies. Als heel handig. Eigen benzinepomp van het COA in Stadkanaal. Zoiets, misschien dat een goed idee. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Ja. Wachtel, dankjewel. Graag gedaan. We gaan nog even door met Henk. We houden het over armoede. Dat blijft het onderwerp tot aan het nieuws. Ja, dat sluit goed aan. Ja, ik wil zeggen, we hebben je al een paar keer gehoord, maar jij bent van hulpschuldmaatje. Schuldhulpmaatje. Ja. Ja. Wat is dat? Schuldenmaatje, dat is ontstaan in 2010. Op landelijk niveau. Dan hebben alle landelijke kerken die hebben de handen ineen geslagen. En die hebben gezegd, wij gaan dat opstarten en wij willen de mensen in nood willen wij helpen. Niet zo dat we met een zak geld langs de deur gaan, het zou mooi zijn, maar dat gaat helaas ook niet. Maar in ieder geval, ze hebben toen plaatselijke kerken benaderd. Mm-hmm. Hier bijvoorbeeld in Stadskanaal zijn in feite alle kerken zijn benaderd. Dus diaconieën, die dat soort dingen uitvoeren. Ja. En... bij ons in de kerk, ik zit dan bij de kerk in Muskanaal, het PKN, hebben we direct gezegd van ja, dat doen we. En zo zijn er nog 7 andere kerken achter gaan staan. Er moesten minimaal 3 zijn die het deden, maar die zijn er achter gaan staan om ook wat financiële draagkracht te hebben. Ja. Nou, dat is gebeurd en wij zijn al een paar jaar daarmee bezig. We hebben vorig jaar in oktober, dacht ik, de stichting Maatjes voor Stadskanaal opgericht. Dan moet je maatjes hebben, dus wij hebben maatjes, zeg maar, we hebben mensen opgeroepen om maatje te worden. En daar zijn wat reacties op gekomen. Toen hebben we intakegesprekken gehouden. Ze moeten echt aan dingen voldoen. Hè? En het is niet zomaar even dat je het wordt. En daar zijn uiteindelijk toen 4 van overgebleven. Mm-hmm. Dan praat je even voor de gemeente Stadskanaal en een coördinator. En... die 4 maatjes die hebben een pre-learning gedaan. Ik heb hem zelf ook gedaan. Zeer verhelderend. Hoe je ook met mensen om moet gaan enzovoort. Hè? En daarna konden maatjes ook aangeven, is dit wat voor mij of is het niks voor mij? Mm-hmm. Nou, en die 4 hebben gezegd, we gaan daar mee door. En nou, dat is goed gegaan. De coördinator is iemand die een fulltime baan heeft, maar dat er helemaal naast doet. En, echt vrijwillig? Wij hebben vrijwillig, alles is vrijwillig. We hebben wel een tweede coördinator nodig. Wij hebben ook nog maatjes nodig, dus zeg het voort. Ja, dat is een website voor, hè? Zullen we die gelijk maar even benoemen? Ja, noem maar. Hulpschuldmaatje.nl, staat hij, hè? Hij staat ook onder in beeld, dus dat scheelt. U kunt het zelf niet zien, de mensen thuis zien het wel. Ja, nee, zeker. Gelukkig. Ja, ja, hoor, daar kunnen ze zich aanmelden en dan kunnen ze ook hulpschuldmaatje worden. Ja, dan kunnen, als je kijkt op die site ook, dan zie je van alles eronder hangen. Facebook, overal zitten we op. Nou, gisteren zijn de maatjes gecertificeerd. Mm-hmm. De wethouder, mevrouw Sterenborg, heeft de certificaten uitgereikt. We hebben het in het pand van Welstad gedaan. Wij willen ook samenwerken werken met Welstad. En dat past elkaar heel goed. Kijk, je hebt een fase op een gegeven moment, als die mensen in nood komen, dan of ze gaan de schuldsanering in, of ze kloppen aan. En wij proberen dus als schuldenmaatje om ze uit de schuldsanering te houden. Mm-hmm. Lukt dat niet, dan gaan ze naar de gemeentelijke kredietbank of iets in die naad. Mm-hmm. Dan gaan wij wel begeleiden. Ja, we blijven er wel bij, daar doen we geen stap opzij.
komen ze daar weer uit, dan leveren we een stuk nazorg. Ja. Hè, dus je kunt soms wel eens 3 jaar aan 1 persoon verbonden zijn. Dat kan hier. Ja, dat kan. Ja, ja. Ja. En wij hebben ook gezegd, als je nou kijkt, er zijn 344 gemeentes in Nederland. Inmiddels is schuldenmaak in 140 gemeenten. Wordt ook door het ministerie van Sociale Zaken ondersteund. Wij hebben ook subsidie gehad van de gemeente. Mm-hmm. Of die sponsort ons ook. Ja. En Kansfonds, die sponsort ons ook. Ja. Hoe bizar, Machteld, is het dat dit vanuit de kerken moet komen en dat dit niet meer vanuit de gemeente kan komen? In principe is het niet bizar als mensen elkaar helpen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat vind ik helemaal niet raar. Maar in principe zou dat gewoon vanuit de overheid geregeld moeten zijn inderdaad. Of vanuit de GKB of weet ik veel wat. We zijn wel makkelijk in staat om mensen onder bewindvoering te laten vallen. Maar voor de rest niets. En dat is inderdaad raar. Ja. Ben ik met je eens. Ja, maar mooi dat ze er zijn natuurlijk. Ja. Ja, het is natuurlijk heel veel. Afgelopen week was ook nog de Prinsjesdag met de miljoenennota. Hielke, daar hebben we toch weer gezien dat de prijzen allemaal toch weer omhoog gaan. Ja. Ja, het was natuurlijk heel lang de grote vraag. Wat wordt er gedaan aan de koopkrachtproblemen en natuurlijk aan de energiecrisis? Constant werd er gezegd, we wachten tot Prinsjesdag, we wachten tot Prinsjesdag. En afgelopen week was het dan eindelijk zover. Nu is het wel zo dat de miljoenennota wel altijd uitlekt, traditiegetrouw. Maar dit jaar was er iets bijzonders aan. Hij bleef namelijk een beetje algemeen. Koopkracht 2023 omhoog, maar huidige droom niet gecompenseerd. Er zou 18 miljard vrijkomen om de koopkracht te verbeteren. Ja, oké, maar dat wisten we eigenlijk al een beetje. Hè. De grote vraag bleef dat energieplafond, dus een vaste maximumprijs voor energie, komt die er nou wel of niet? Dat stond hier niet in die uitgelekte stukken. En dat had een vrij bijzondere reden, namelijk, kijk maar mee, de overleggen die werden tot op het eind gevoerd. Het plan voor het energieplafond werd de avond van tevoren nog met de coalitiepartijen en het kabinet besproken. En pas toen werd er een klap opgegeven. En toen was het, zoals altijd, aan de koning om het hoge woord eruit te brengen. Sommige maatregelen zijn bedoeld voor de korte termijn. Het kabinet werkt aan een prijsplafond voor energie, zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen. Ja, dat prijsplafond kwam er dus wel, komt er dus wel, moet ik zeggen. Maar hoe werkt dat nou precies en hoe zit het nou precies in elkaar? Laten we even kijken. Het prijsplafond werkt een beetje als volgt. Stel, dit is namelijk het gemiddelde jaarverbruik van een huishouden per jaar in Nederland. Als jij tot 1200 kubieke meter gas per maand of 2400 kilowattuur aan elektriciteit per maand gebruikt, dan blijft die maximumprijs op 1,50 euro voor gas en 70 cent per kilowattuur voor elektriciteit zitten. Ga jij hier overheen per maand, dan betaal je weer de hoofdprijs, om het zo maar te zeggen. Maar als je hier top blijft, dan blijft die maximumprijs, dus het energieplafond, op deze twee bedragen zitten. Nou, wat voor invloed heeft dat nou eigenlijk in de praktijk? Ook dat laten we even zien. Kijk, stel jij hebt een tussenwoning, laten we maar zeggen. Dan betaal jij gemiddeld gezien, dan moet je zeggen gemiddeld gezien, 327 euro per maand nu voor gas, voor energie, zeg maar. Met het prijsplafond wordt dat 140 euro. Nou, Rutger, waar woon jij in? Ik woon in 201 kap. 201 kap staat er ook tussen, 452 euro nu, gemiddeld gezien dan. Dat wordt met het prijsplafond 252 euro. En zo door flat 233 naar 100 euro. Dus het verlicht de pijn een beetje. Maar het blijft natuurlijk wel, ook met die blauwe staafjes, heel erg veel geld. Zeker voor de minima blijft dat heel erg veel geld. Maar in ieder geval is het wel aangenomen door de Kamer. Na een tweedagelijks debat is het aangenomen. Kijk maar even mee. Maar de coalitie, het kabinet moet ik zeggen, krijgt wel wat huiswerk mee. Het is een meerderheid gesteund. Maar er zijn nog wel wat vragen. Bijvoorbeeld of de compensatie wel eerlijk verdeeld wordt. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks vinden dat het prijsplafond meer rekening moet houden met mensen die een hoog elektriciteitsverbruik hebben, omdat ze juist weer van dat gas af zijn gegaan. Dus ja, het prijsplafond is er, maar het is nog niet helemaal glad gestreken. Dat moet dus nog komen. We moeten ook maar kijken hoe het uiteindelijk werkt in de praktijk. Dan is er nog iets wat door de Kamer heen is gekomen tijdens die twee debatten. Namelijk 100 miljoen euro voor scholen in probleemwijken. Met dat geld kunnen de scholen speciale lunches voor elkaar krijgen of in de realiteit brengen. Want vooral in kwetsbare wijken zijn er steeds meer kinderen die zonder ontbijt naar school komen en zelfs geen lunch bij zich hebben. Door het geld waar scholen aanspraak op kunnen maken, kunnen ze dan toch een lunch organiseren. Ja, Hielke, dankjewel. Henk, wat vind je hiervan als je dit zo hoort?
Nou, laten we eerst beginnen over de Prinsjesdag, waar we het hier net over hadden, de prijsplafonds en dat. Ja, nee, op zich is dat denk ik een hele goede zaak. Ja, maar je moet wel naar de mensen gaan die het nodig hebben. En dan weet ik wel, er is ook wel gezegd, dacht ik, je kunt dat op per persoon kunnen niet bekijken. Dat wordt een hele... Ja, nou, dus, ik heb wel gezegd dat we energiemaatschappijen moeten doen, maar dan kom je dacht ik weer met de privacy... Kom je in de war? Machtel denkt dat het makkelijk kan? Ja, nou, niks is makkelijk, maar het kan gewoon anders natuurlijk. Dit slaat nergens op. Maar goed, in ieder geval, het moet niet zo zijn dat, laat ik het dan even zo stellen, dat de rijken nog rijker worden, mm-hmm. Ja, en de armen armer. Want dat gebeurt soms ook bij heel veel maatregelen, dan komt het verkeerd terecht. En dat kan niet en dat mag niet de bedoeling zijn. Nee. Als we dan naar het tweede deel gaan kijken, de lunches op de school, is dat iets? Is dat een goed plan? Ik vind dat op zich niet verkeerd. Alleen ik vind het heel jammer dat het moet. Want ik heb een verhaal gehoord van een kind wat op een gegeven moment op school flauwgevallen is. Wat 3 dagen lang geen brood gehad had. Moet dat een taak zijn van school trouwens? Laat ik die vraag eerst stellen. Ja. Het is heel normaal dat de kinderen op school lunchen natuurlijk. En als je... Ja, dat is natuurlijk... Maar het is net wat Henk zegt. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat zo'n rijk land als Nederland al dit soort maatregelen nodig hebben. Omdat mensen, werkende mensen, de middeninkomens, iedereen is gewoon de klos, hè? Ja. Zijn wij als Nederland nog een rijk land? We noemen onszelf een rijk land, maar zijn we dat eigenlijk daadwerkelijk nog? Tuurlijk. Ik denk dat wij zeker een rijk land zijn, ja. Ja. Maar alleen, nogmaals, het is verkeerd verdeeld, wat ik al gezegd heb. En... Kijk, het is niet voor niks dat er een schuldenmaatje in het leven geroepen wordt. Hè? En dat ze overal bezig zijn. Mm-hmm. Westerwold is ook bezig nu. Oldambt is al een paar jaar bezig. Dan lopen ze met dik 20 maatjes langs de weg. En dus het is gewoon schrijnend allemaal. En waarom gaat de belasting op eigen vermogen niet omhoog? Volgens mij is het iets van 14% wat je hier in Nederland betaalt. Mm-hmm. In Frankrijk is dat 22%. Ja. Waarom haal je het geld niet waar het zit? Ik bedoel, ik gun iedereen dat hij geld heeft. Maar het zijn de arbeiders die dit opbrengen voor diezelfde mensen. Kom op, je wordt niet rijk geboren. Tenminste, niet iedereen. Waar is dat kantelpunt gekomen dan? Dat in één keer de rijke mensen... Is daar ergens een kantelpunt in de geschiedenis? Misschien al 12 jaar Rutte. Jij zegt het is schuld van Rutte. Daarin. Nou ja, niet van hem persoonlijk. Kabinet Rutte. Maar kabinet Rutte. Precies, we noemen het de kabinet Rutte. Nou ja, gewoon natuurlijk het neoliberalisme. Dat heeft ervoor gezorgd dat we steeds meer verschil gingen krijgen. De armen werden armer en de rijken worden rijker. Henk, ben je het daarmee eens? Ik heb het zelf net al aangegeven. Het moet niet zo zijn dat de rijken nog rijker worden en de armen armer. En ik vind zelf, maar goed, er ligt ook een instelling, hè? Persoonlijk. Maar... Ik kan er heel slecht tegen dat mensen het slecht hebben. Ja. Ja, en wat mij betreft zet ik er elke dag een tas met boodschappen neer. Maar dat mag niet, want als de fiscus daarachter komt, oh wee. Daar heb je ook nog meer problemen mee. Ja, zeker, daar heb je ook nog problemen mee. Maar jij zegt, ik vind het heel belangrijk dat mensen worden geholpen. Daarom doe je mee aan schuldhulpmaatje. Ja. Als mensen nou geïnteresseerd zijn, zeggen ik wil ook iets doen voor mensen die het niet al te breed hebben. Hoe kunnen ze zich dan aanmelden bij jou? Die kunnen zich aanmelden, eigenlijk bij onze coördinator, maar laat ze gewoon op de site kijken. Nou, de website komt één keer in beeld. Daar staat ook, dacht ik, van de coördinator, staat er een mailadres op. Dus dat gaat vrij eenvoudig. En dan kijk, het is ook niet zo, als iemand zeg maar bijvoorbeeld in nood zit, want dat is heel belangrijk, hè? Mm-hmm. Als iemand aanklopt, dan moet je ervan uitgaan dat hij op weken, misschien al wel meer jaren, dat wij dan zeggen, nou over de maand bellen we u wel. Nee, in principe dezelfde dag. Duidelijk. Dat je direct al in gesprek gaat en dat je zegt van, oké, jongens, daar gaan we wat aan doen. Helemaal goed. Henk, wij gaan, wat ik nog wel even toevoeg, wij laten de mensen wel in hun waarde. Het is niet zo, dan ga ik even naar jou, Machtel, hoor, maar stel voor, jij klopt bij ons aan. En dat je zegt, nou, bel jij even met de woningbouwvereniging. Nee, dat doen we niet. Dan zeggen we, van nee, u belt zelf met de woningbouwvereniging. Tuurlijk. Ja, wij laten de mensen in hun waarde. Je moet ze ook, daardoor krijg je ook die waarde terug. Je helpt ze, je neemt ze niet over. Precies. Nee, ze durven geen envelop meer open te maken. Mm-hmm. En dat moeten ze zelf, als dat een stapeltje van de envelop ligt, zeg, zelf openmaken. En leek ze maar voor. Wil je bellen, moet je bellen met de woningbouwvereniging of weet ik veel wat, ja, om een regeling te treffen. Doe dat zelf. Ja? Ja. Je mag zeggen dat er een schuldhulpmaatje naast je zit. Mm-hmm.
Het wil wel eens helpen, schijnt het. Maar doe het alsjeblieft zelf. Laat die mensen in hun waarde. Ja. Henk, dankjewel. Ik ga toch echt nu afronden. We kunnen nog verder. Ik heb één ding die wil ik hier graag op tafel. Heel kort. Want we moeten echt door. Dat is het Melis Bloemsma Fonds. Dat is? Melis Bloemsma Fonds. Ik ken iets, daar zit ik mee in de Klintenraad van Welstaat. Daar kunnen mensen die echt helemaal niks meer kunnen krijgen, geen regelingen meer, kunnen daar één keer in de vijf jaar kunnen ze daarbij aankloppen. En ik weet van een bestuurslid dat er heel weinig beroep op gedaan wordt. En dat kan veel meer. Nog één keer, hoe heet het fonds? Melis Bloemsma Fonds. Is bij de gemeente bekend hoor, ja. Dat fonds. Helemaal goed, duidelijk. Ja. Dank jullie wel voor het aanschuiven en dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Dielke, we gaan naar jou. Jij geeft ons een update over het nieuws. Ja, veel knossen zullen het wel kennen, het voormalige slachthuis aan de Oosterstraat. Het is inmiddels eindelijk na vele jaren verkocht, voor €110.000 aan een particulier. En die gaat het ombouwen tot een wooncomplex. Misschien een beetje moeilijk voor te stellen als je het gebouw zo ziet. Dit Rijksmonument werd gebouwd in 1925. In 2012 nam de gemeente Knol het over van de toenmalige slager. En het is een beetje in verval geraakt, dus om het helemaal goed om te bouwen gaat nog wel even duren voordat je hier goed in kan wonen. Dan, in Noorwegen is het al een succes. Maar nu gaat het ook uitgeprobeerd worden in de provincie Groningen. Het zwartverven van de windmolenwieken, zodat vogels er niet meer tegenaan vliegen. Ja, het gebeurt echt. In windpark Eemshaven krijgen 7 windmolens, zoals hier te zien, zo'n zwarte wiek. En dan moeten ze maar kijken of het werkt. Afgelopen vrijdag gingen de schilders de lucht in om een wiek van windmolen 33 zwart te verven. Op één wiek gaat ongeveer 14 kilo verf. En per molen zijn de schilders 3 dagen bezig. Zoals de vraag of een arm land zijn, voorlopig nog niet. Dan nog een crisis waar Nederland mee te maken heeft. Het personeelstekort. Die neemt voorlopig niet af. In het tweede kwartaal van dit jaar is de krapte op de arbeidsmarkt namelijk zo hard opgelopen dat alle beroepsgroepen een tekort aan personeel hebben, meldt het UWV. Dus in welke beroepsgroep je ook zit, ze zijn daar enorm personeel nodig. Het aantal vacatures groeide met 44%, maar het aantal mensen met een WW-uitkering die recent hebben gewerkt daalde weer met 31%. Een van de redenen van de personeelstekorten zou zijn onder andere dat steeds meer mensen in deeltijd gaan werken, zeker na de coronacrisis. De stelling van deze week die hier aan vasthangt is dan ook: de 40-uurige werkweek moet gewoon weer de norm worden. Ja, Joke, ik leg hem hier gelijk op tafel. Hartmaar, ik begin bij jou. De 40-uurige werkweek moet weer de norm worden. Ben je het daarmee eens? Oneens? Ik denk dat daar wel voor- en nadelen aan zitten. De voordelen zijn natuurlijk wel, dan is alles weer gevuld. Dan kan alles weer doorlopen. Maar ik denk ook wel weer de nadelen van hoe doe je dat met de opvang en de kinderen. En de opa's en oma's kunnen die oppassen. Dus als ik voor mezelf zeg, ik zou het niet kunnen redden met 40 uur. Duidelijk. Nee. Evander, wat vind jij dan? Ja, ik vind het een lastige stelling. Ik vind dat het, als ik naar mezelf kijk, dat het een prima idee is. Maar ik snap ook wat mevrouw ook zegt, in verband met de opvang met de kinderen, dat soort dingen. En natuurlijk ook moet je goed kijken naar of je mensen niet overvraagt, of, of ze niet gaan overwerken en niet overprikkeld worden. Dus ik vind dat een lastige stelling. Ja. Henk, wat vind jij ervan? Ja, dat wordt net al gezegd. Ja, ik vind dat een lastige stelling. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. En je kunt daarmee, zeggen ze, tekort aan arbeidskrachten kun je daarmee wegtrekken. Ik zie het ook eens met die nog niet zo. Ik zie eerder dat bij wijze van spreken man en vrouw, laat ik zo maar zeggen. We gaan elk half werken. 50-50. Mm-hmm. Dat zie ik eerder gebeuren. Die behoefte zal er eerder zijn dan weer om 40 uur te werken. Je ziet het nog niet zo gauw gebeuren. Ik zie het niet zo gauw gebeuren. Ik kan me voorstellen, het is in mijn ogen ook een beetje een doodsprong. En dat speelt bij mij, maar dan komt het op de economie, dan speelt nog wat achter. Duidelijk. Nou is overal is het wat kort en straks heel veel bedrijven om. Duidelijk. Ja. Machtot, wat vind jij ervan? De 40-uurige werkweek moet gewoon weer de norm worden. Ik denk dat heel veel mensen, als ik naar mijn eigen dochter kijk, die werken al 80 uur per week. Ja. Maar ik denk dat we ook eens een keertje af moeten van al die flexcontractjes. Het zijn natuurlijk ook gewoon de ondernemers die dit zelf veroorzaakt hebben. Jarenlang hebben mensen flexcontractjes
20 uur per week, hooguit. Ga eerst die mensen die allemaal part-time werken en liever fulltime willen werken, ga die eerst eens een beter contract aanbieden. Ga mensen eens een vaste dienst nemen. Duidelijk. Dus daar is een begin bij de bedrijven. Ja, precies. Joekie, je weet het, je merkt het hoe het hier aan tafel ligt. Licht gemengd. En het valt er wel iets voor te zeggen, want laatst kwam ook het nieuws uit dat steeds meer mensen last hebben van een burn-out. Dus ja, het ligt een beetje 50-50. Goed, wil je nou meepraten over de stelling of heb je gewoon nieuws te melden? Stuur het dan vooral een mailtje naar redactie@rtv1.nl. En volg ons, zoals altijd, via de socials. Yes, dankjewel Hielke. Aan tafel is ondertussen Evander van Eldijk aangeschoven. Met hem gaan we praten over de derde prijs tijdens de landelijke misterverkiezing. Maar nu eerst, de tijd vliegt en volgende week begint oktober weer. En daarmee gepaard gaat het evenement Oktober Kindermaand. Harma de Roo is aangeschoven en praat ons bij over Oktober Kindermaand. Harma, wat is er zo belangrijk aan Oktober Kindermaand? Oktober Kindermaand, ja. Oktober Kindermaand is de maand voor de kinderen. En in deze maand worden allerlei activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen. En in de maand Kindermaand is ook de Kinderboekenweek. Is dat bewust? Ja. Duidelijk, want het was ook een vraag. Ja. Gaat dat juist niet ten koste van elkaar, de Kinderboekenweek en de Kindermaand? Ja, ik denk dat dat een hele mooie aanvulling is op elkaar. De Kinderboekenweek in de Kindermaand. Ja, wanneer is de Kinderboekenweek? Ja. De Kinderboekenweek is van 5 oktober tot en met 16 oktober. Ja. En in deze maand, of nou ja, het is een week, het is anderhalf week, staat echt het kinderboek staat hierin centraal. Om ook weer het bewust lezen samen met de kinderen. Er komen heel veel leuke nieuwe kinderboeken komen ook allemaal uit. De prenten top 10 is ook weer uit. En ja, er zijn zulke leuke prentenboeken. Om hier weer de focus op te leggen en samen met je kind te gaan lezen. Een prentenboek te gaan lezen. Ja, dat is dus een onderdeel van Oktober Kindermaand. Ja. Beeftal is het ook een thema, hè? Wat is dit jaar het thema van de kinderboeken? Giga groen. Natuur. Ja, natuur, ja, klopt. Daar gaat het om. Ja. Zometeen gaan we er verder over praten, over activiteiten met natuur. Maar nog even terug naar de Oktober Kindermaand. Ja. Wat trekt jou persoonlijk zo? Waarom vind jij dat persoonlijk zo belangrijk? Persoonlijk vind ik het heel belangrijk. Omdat je met een boek kun je ook heel mooi de connectie leggen met je kind. Je kunt heel mooi het gesprek aangaan. Er zijn ontzettend veel verschillende soorten prentenboeken. En heel vaak als je zelf met je kind naar een bibliotheek of noem maar op, ergens naartoe gaat met boeken. Kinderen lopen altijd ergens op af op een bepaald boek wat hun aanspreekt. En ga je samen met je kind zitten, je gaat het boek lezen en het gesprek komt vanzelf op gang. En je hebt hele andere invalshoeken ook met er kunnen hele kleine woordjes of dingetjes zijn van, goh, ja, hoe heb jij dat of hoe beleef jij dat? En heel vaak als je een kind vraagt uit school van, hoe was het? Ja, dat weet ik allemaal niet meer hoor, dat weet ik allemaal niet meer. Maar als je samen met je kind een boek leest, dan heb je hele andere onderwerpen en dan kun je ontzettend leuke gesprekken hebben met je kind. Nou, dat was het belang van Kinderboekenweek, denk ik vooral. Wat vind jij zo belangrijk in de maand, de Oktober Kindermaand? Er worden heel veel dingen ook georganiseerd. En om dat te bundelen in een maand, heb je mooi overzicht van wat er allemaal gebeurt ook in de Kinderboekenweek. En ook om ook aandacht te schenken, hè, aan de neem bijvoorbeeld een museum, om een keer samen met je kind naar het museum te gaan. Of juist naar andere dingen. Moet dat dan een maand zijn of is dat misschien beter om het te verdelen in 4 weken over het jaar? Wat vind jij? Nou ja, ik zou zeggen, als je juist als musea meer kinderen wil betrekken, lijkt het mij logisch dat je het verdeelt over het hele jaar, zodat je iedereen de kans geeft. Ook al kan je niet die maand, toch? Hebben je ouders het druk? Of dat je juist op die maand de focus erop legt. En als het iedere keer op reclame is de beste, herhalen is de beste reclame. Mm-hmm. Hè? Dus als je iedere keer herhaalt van met in oktober met je, ga iets leuks doen. En in oktober heb je ook heel vaak wel dat je ergens kortingen hebt. Ga lekker naar oktober met je kind op pad. Ja. Ja. Er gebeurt van alles, zei je al. De burgemeesters doen er ook aan mee, toch, Hielke? En die konden echt niet wachten, want die gingen vorige week al op pad voor de Oktober Kindermaand op
half september. Top, goed bezig. We beginnen even in Stadskanaal. Daar ging burgemeester Sloot langs bij CBS De Zandtangen in Mussel om daar voor te lezen uit het boek Het grote niet te vermijden verhalenboek. Kijk, wat een leuke foto. En trouwens, het grote niet te vermijden verhalenboek lijkt me ook enorm interessant als je in de politiek zit. Dan Veendam. Loco-burgemeester Henk-Jan Smal ging in Veendam langs bij CBS Het Heimstee. En dit was voor hem ook een hele leuke dag, want hij mocht ook de Amtsketting om. Dus hoe geweldig is dat? En in Westerwolde ging burgemeester Velema langs bij OBS Willem Lodewijk in Boetangen. En daar werd niet alleen voorgelezen, maar daar werd ook creatief getekend, geknutseld met de kinderen. Je ziet het hier. Nou, ziet er goed uit. Even kijken wat de burgemeester daar gemaakt heeft. Nou, ik zou thuis aan de koelkast hangen. Top. Veel activiteiten trouwens. Hiernaast ook naast het voorlezen. Ook gewoon heel veel activiteiten waar je met je kinderen dus heen kunt gaan. Bijvoorbeeld, we hebben er even twee uitgekozen, want het zijn er zoveel. Bijvoorbeeld hier in Stadskanaal kun je met stoomtrein mee bij de Star in Stadskanaal. Op 16 oktober is de berendokter aanwezig. En dan mag je je knuffel meebrengen. Lekker. Goed, leuk voor jou ook, Rutger, trouwens. Het weekend van de wetenschap in Borg is bij het Hunebed Centrum. Dat valt samen met het Oerweekend. Kunnen kinderen alles leren over de oertijd en over de wetenschap in die tijd. Dus hoe leuk is dat? Dus Rutger, misschien voor ons nog leuk mee te gaan. Ik denk dat we 16 oktober samen gaan, hè, met onze teddyberen. Denk ik het ook. Gaan we doen. Maar jij zit hier niet alleen te praten over de Oktoberkindermaand in het algemeen, maar ook vanuit de bibliotheek. Wat organiseren jullie? We hebben diverse activiteiten. En hebben wij, om te beginnen met de giga groene voorstelling van Jos Stipker. Jos Stipker is natuurentertainer. Hij weet ontzettend veel van de natuur. En hij geeft in alle bibliotheken van Westerwolde en Stadskanaal geeft hij een voorstelling. Dus 7 in totaal. Het begint op 5 oktober. Kinderboekenweek. Kinderboekenweek, ja. Dan start hij in Ter Apel. En zo gaat hij dus anderhalf week lang gaat hij alle bibliotheken bij langs. En Jos die weet ontzettend veel te vertellen. En dan, dat niet op een saaie manier. Dat gebeurt echt wel op een hele leuke manier. En na die tijd kun je, als de voorstelling is afgelopen, dan kun je je eigen zadenbom kun je maken. En dat is goed voor? Dat is goed voor de bijen. Maar dat is nodig. Ja. Dan na de voorstelling dan is er een soort zadenbuffet met allerlei verschillende soorten eikels, met bloembolletjes, allerlei. En daar maak je een pakketje van en die doe je in de grond. En dan komt er in het voorjaar, dan komen de allermooiste bloemen komen dan op af. En we hebben ook doorlopend in de bibliotheek hebben we ook een speurtocht, een natuurspeurtocht. We sluiten de kinderboekenweek af in Smeerling. Ja. Dat ligt mooi op de grens van Stadskanaal en Westerwolde. En daar gaan we met de boswachter van Natuurmonumenten kun je eigen boomhut bouwen. En hoe mooi is dat om dat zelf met de boswachter te doen? Die kan natuurlijk van allerlei over vertellen. En waar dat je op vanuit moet letten. Alle bibliotheken? Dat is vanuit alle bibliotheken, ja. Genoeg te doen eigenlijk. En dan ben ik ook nog iets vergeten. Vertel. Ja, we hebben ook nog een bus. Bibionet Groningen heeft een bus. Die gaat het helemaal inrichten als voor Giga Groen. En dat gaat met het Biblab. Het Biblab zit er ook in. Dus kun je heel veel online spelletjes kun je ook doen. En die staat op 8 oktober 's morgens in Musselkanaal. En 's middags in Vlagwedde. Duidelijk. Helemaal goed. Ja. Harma, dankjewel. Ja. En dan gaan we door met Evander. Want vanuit de kinderboeken oktober kindermaand wil ik toch nog naar de ministerverkiezing gaan. Yes. De brug kon ik niet zo gauw maken, maar misschien kan jij hem maken. Ik kan er niet echt een bruggetje van maken, maar ik kan je er wel wat over uitleggen natuurlijk, over de misterverkiezing. Vertel. De misterverkiezing waar ik aan mee heb gedaan, dat is Mister International Netherlands. Het is wat anders als een echte modellenverkiezing. Tussen het model zijn en een mister zijn zit wel wat verschil in. Een mister is niet alleen een knap gezicht en een goed lichaam, maar ook echt wat erachter schuilt. Of je een goede persoonlijkheid hebt. Hoe sociaal je bent bijvoorbeeld, of je contacten kan onderhouden, dat soort dingen eigenlijk. Ja. Ja. Jij bent second runner-up geworden. Klopt. Hoe bijzonder is dat? Voor mezelf heel erg bijzonder, sowieso. Ik had het al niet verwacht. Ik ging eigenlijk al met een hard hoofd de casting in. Ik dacht, zal het wel wat worden, zal het niet wat worden? Uiteindelijk vol trots ben ik dan finalist geworden. Eenmaal op het podium waren er dus al 5 jongens voor mij geselecteerd voor de top 6. Ik denk, het zal hem wel niet meer worden. En uiteindelijk toch wel in de top 6 gekomen. En na die tijd werd ik dus opgeroepen als second runner-up.
Ja, was een heel trots moment. Ja, ja. Onverwachts. Ja, toch wel. Ja. Ja, ook een bepaalde onzekerheid wat ik natuurlijk zelf had. Maar het was ook wel... Ik had het niet aanzien komen in ieder geval, nee. Nee. We hebben foto's van jou tijdens de ministerverkiezing, Hielke. Zeker. En het is natuurlijk een beetje voor- en achterschermen. Daar houden we hiervan, met je voor- en achterschermen. En hier zien we de voorschermen, bij de prijsuitreiking. Dat is altijd een mooi moment. Maar nog iets wat heel belangrijk is, namelijk gewoon de visagie. Want wat ben je zonder goede visagie, toch? Zeker. Dat laat ik, precies. Nou, hij is dan niet de enige uit de regio die meedeed. Wij spraken laatst met Joey Soliana uit Stadskanaal. Die deed ook mee en die zei tegen ons, ik dacht bij mezelf, waarom probeer ik het niet gewoon? Dat vind ik nou een hele goede insteek. Een vriendin van hem trouwens, die vertelde mij, ik zou het enorm leuk vinden als hij wint. Maar ergens ook weer niet. Want er is een ronde bij de finalisten dat de vriend of vriendin even iets moet komen vertellen op het podium. En die was daar doodsbang voor. Dus ik weet niet, hoe heeft hij het gedaan? Weet je dat... Weet je hoe hij het gedaan heeft? Hij is niet in de top 6 gekomen. Uiteindelijk was het de top 6 waar dus een vriend of familielid moest gaan spreken voor je. En dat was bij hem niet het geval, helaas. Ja. Maar toch is Stadskanaal wel een flinke kweekvijver voor echt goed talent. Want iemand die hier vandaan komt ook is bij de misverkiezingen gewonnen. Is dat Kim Hulshof, ook uit Stadskanaal. En ja, die heeft gewoon gewonnen. Bij een misverkiezing. Dat is niet niks. Wij spraken haar in het Gitthijs Theater in Stadskanaal, waar ook de finalisten mochten komen. We kwamen hier om ongeveer 2:30 aan. Nou, toen gingen we de show nog even doorlopen en toen om 7:30 begon de show. Nou ja, en die show is echt in één flits voorbij gegaan. En toen kwam de uitslag en toen had ik gewonnen. Echt een ultieme sportvraag. Wat ging er door je heen toen ze jou als winnaar uitriepen? Ja, op dat moment echt wel duizenden reacties. Maar ik denk de eerste, wat ik me kan herinneren, is wel van doorzetten. Dat heeft wel goed gedaan voor mij. Ja, en voor de mensen thuis trouwens, dit waren geen beelden van de finale zelf. Dit was na de hand, dus die zaal was niet voor niks leeg. Ja, Hielke, dankjewel. Evander, jij kwam wel in die top 6. Yes. Wie kwam er over jou spreken? Mijn stiefmoeder kwam over mij spreken, ja. Wat vertelde ze? Over dat ik niet een... niet echt een normaal persoon ben, dat ik een aparte smaak van humor heb, aparte kleding draag, mijn eigen zinnetje wel altijd door kan zetten en mijn eigen mening altijd wel klaar heb. Nee. Ja. Ben je het daarmee eens? Ben ik het wel mee eens, ja. Nou, ja. Dus het was niet dat je dacht, oh, wat zeg je nou? Ik schrok er niet van, nee, ik had het wel verwacht. Ja. Ja. Nou, heb je nog een bijzondere anekdote vanuit die ministerverkiezing? Dat je denkt, nou, dit was zo gek of dit was zo bijzonder? Nee, vooral het gevoel... Wat ik had toen ik voor het eerst het podium opkwam. We hadden natuurlijk wel geoefend en heel veel gerepeteerd. Eigenlijk is dan de bedoeling dat je wel blijft lachen. En dat moet je dan heel erg je lach op gaan zetten. Maar toen ik dan eenmaal daar mijn vrienden en familie zag. En de juichen en het applaudisseren van mij. Dan kwam die lach automatisch wel. Dat was echt wel een beetje een kippenvel momentje. Ja. Ja. Ga je volgend jaar weer meedoen? Niet aan deze, dat mag niet. Maar ik ben wel van plan om aan andere misterverkiezingen mee te doen. Waarom mag dat niet? Nou, omdat je dan al weet hoe het gaat, wat er gebeurt. Dan ken je alle ins en outs eigenlijk al. En dan heb je eigenlijk een voorsprong. Dat is niet de bedoeling. Nee. Maar er zijn genoeg andere misterverkiezingen, zeg je eigenlijk. Ja, er zijn modellenverkiezingen, misterverkiezingen, nog wel andere waar ik dan naar mee zou willen doen. Of eventueel wel bij een modellenbureau, zou ik ook wel willen. Ja. Denk je dat goed gaat komen? Ik denk het wel, ja. En bij de andere misterverkiezingen ga je schop je te ver? Ik hoop het. Ik ga veel naar de sportschool, veel mezelf ontwikkelen en dan hoop ik dat het goed komt. Ja. Is dat niet het enige wat belangrijk is, veel naar de sportschool? Nee, zeker niet. Maar het is wel, je stelt wel een bepaalde fitheid uit dan. En dat vind ik zelf ook wel heel prettig. Wat is het belangrijkste? Belangrijkste? Volgens jou? Bij een misterverkiezing denk ik hoe je overkomt. Wat voor boodschap je overbrengt naar het publiek en naar de jury. Ja. Nou, daar was je bijna de beste in. Bijna wel, ja. Baal je dat je niet eerste bent geworden? Of zeg je, nou, dit was prima zo derde? Nee, ik baalde niet van. Ik had het ook echt niet verwacht dat ik ook al zo hoog zou komen. En ik ben hier echt apetrots op. Ja. Duidelijk. Ja. Evander, dankjewel dat je aan wou schuiven bij ons aan tafel. Geen probleem. Het is 1 op vrijdag. Dank jullie wel dat jullie aan wouden schuiven. Dit was 1 op vrijdag voor deze week. Morgen kan je om 7:00 kijken naar Stevens Podiumgasten. Maandag is 1 op maandag er weer. En vanaf volgende week vrijdag om 7:00 ben ik er weer. Samen met Hielke, maar nu eerst het weer met Peter. Dank voor het kijken en alvast een fijn weekend. Hoi hoi.
Aanstaande zondag is er weer een Muziek op 1 vanuit pand 405 hier in Valthermond. En deze keer met Helene Nijmeijer. Aanstaande zondag om 14:00 bij RTV 1 Muziek op 1. Hallo, ik ben Saïda Magee en ik ben een van de presentatoren van het NOS Nieuws van de Week. Dat is een journaal zonder moeilijke woorden en met meer uitleg bij het nieuws. Het is elke woensdag te zien op deze zender. Op vrijdag. We zijn er weer met weerbericht voor komende week hier bij RTV1. Afgelopen week was het nog best aangenaam. Temperatuur rond de 17, 18 graden is gehaald. En eigenlijk voor de tijd van het jaar in eind september is het best te doen. Ja, die regen zoals vorig weekend krijgen we die weer deze week. Nou, de kans blijft best aanwezig. Af en toe een buitje en wat bewolkt weer. Maar ook tijd voor de zon. En die zal toch wel best aangenaam zijn. Rond de 17, 18 graden. Net allemaal eind september is het best nog te doen. De herfst laat al een beetje zien. De bomen worden een beetje geel. Ja, we blijven eigenlijk best positief voor dit weer. Volgende week, 1 of vrijdag, gaan we kijken of we nog een beetje kunnen nagenieten van die mooie nazomer. Wie weet, tot volgende week. Bye bye.